Ineens was daar een hele bananenlijn. Een hele beautylijn met bananen. Hoi! Heel leuk dat jullie kijken naar de nieuwe Action Shot Vlog. Wij zijn Elma en Annemarie en je kan ons kennen van ons YouTube kanaal Elma en Annemarie. We hebben voor 60 euro geshopt bij de Action. Het is een hele tas vol. We hebben interieurspulletjes, we hebben beauty dingetjes. Ja, echt van alles. We zijn heel benieuwd wat jullie nou zo leuk vinden in de Action. Waar kijken jullie graag naar? Nou, laat even weten in de comments wat nou echt even die tips zijn waarvoor jij graag naar de Action komt. Nou, we zijn er. We zijn hier bij de Action in Hoorn. En ik zie al dat het een hele mooie grote Action is. Ja, we hebben dit niet eerder zo gezien, hè? Nee, we gaan los hier hoor, jongens. Oeh, nou, Valentine. Allemaal leuke dingetjes voor Valentijn. Hele grote kaarten. Hier, 79 cent. Even een tip van Annemarie. Ja, even een tip. Ik had hem op Instagram al voorbij zien komen, deze vaas. Het staat zo leuk. Het is echt een beetje een glamour touch. En deze is ook heel handig voor stekjes. Ja. Leuk. Nou, botanische liefhebbers. Kijk. 3,79. Nou, hier kan je gewoon een vetplantje in doen. Of misschien wel of droogbloemetjes of zo. Ja, leuk hoor. Dat is wel heel leuk, hè? Nou, ja. Nog even een tipje om die laatste wintermaand nog even gezellig door te komen. Ik heb ook zo'n kleedje en het staat wel echt heel gezellig als je dit ook zo over je hokker bijvoorbeeld legt. Dan heb je echt even nog die warme touch, hè? En natuurlijk ook nog een tijger. Panterprintje. Heerlijke zachte dekens. Ah, het hoogtepunt. Ja, hier kwamen we voor. Ja, hier echt. Jij hebt deze, hè? Ja, ik heb deze in het goud. En ik had hem op Instagram en iedereen, oh, is zo mooi. Het is gewoon echt, ja hoor. Dit nemen we mee. Hij is zwart, maar 1,99 maar. Ja, maar die andere was ook goud. Ik weet niet, was iets duurder. Nou, ik vind zwart wel mooi. Zwart is hartstikke leuk. We nemen hem mee. Ik ga ervoor. Ja. Even een tipje. Ja, je vindt hier dus ook gewoon echte Lego. Dus dat is wel echt hartstikke leuk als je een cadeautje voor een kinderpartijtje zoekt. Ja, 4 euro. Hier, nou, of 8,95. Gewoon echt een heel mooi doosje Lego. Nou, je hebt hier sowieso heel veel aanmerken. Ja. Ja, dus, ook Playmobil. Even een tip voor kinderfeestjes. Zeker. Nou, het eerste item wat ik wil jullie laten zien. En hier ben ik echt zo blij mee. Want dit zocht ik dus al een hele tijd. Dit is een vaccinlichthouder. Hij is uitklapbaar. Ja, het is een soort harmonica. Dus je kan hem zo in en uit doen. Nou, kijk nou hoe leuk. En ik vind het dus heel erg leuk dat er zoveel lichtjes in kunnen. Ja. Normaal dan heb je vaak zo met zo'n vaccinlichthoudertje. Vind dat een beetje lullig uitzien als je dan zo één lichtje ergens hebt staan. Mm-hmm. Wij hebben hem op tafel staan vaak als we aan het eten zijn en zo. In het midden, dan heb je gewoon echt heel veel licht. En hij was ook echt super betaalbaar volgens mij. 1,99. Hij stond nu bij de koopjes. Dus wees er snel bij. Even interieur hoogtepuntje van mij. We hebben thuis van die erkertjes. Kan je heel leuk voor het raam zetten. Dus ik was helemaal in de gloria. Ik denk, die moet mee. Leuk ik vind hem echt heel erg leuk. Dit is van metaal. En dit is van glas. Ja, nice. 9,95. Modehoogtepunt. Het is een heren t-shirt. Ja. Maar ik ga hem aandoen. En hij is van Coca-Cola. Oh. Heel leuk, hè? Oh. Jij had laatst ook zo'n merkshirtje. Ik heb altijd van die Fanta. En, ja, ik zag dit meteen helemaal voor me. Straks weer voor het voorjaar. Mm-hmm. Kijk, hij is voor heren dus een beetje oversized. Maar dat vind ik juist leuk. En dan kan je hem in zo'n mom jeans doen. Ja. Nou, helemaal leuk. Ook voor naar een festival of zo. 3,99. Ah. Nou, dat is toch geen geld. Hij voelt trouwens ook hartstikke fijn. Ja, hij voelt heel fijn. Ja. Hij voelt niet synthetisch of zo. Hij voelt echt, het voelt echt als mooie goede kwaliteit. Ik heb er hoge verwachtingen van. Ja. Dit heb ik een beetje gepakt omdat het er zo mooi uitzag. En ik dacht, dat is leuk. Voor ieder doen we dan eentje. Oh, wacht. Het zijn wel stokjes. Oh, zijn wel stokjes. Ja, dat hoopte ik al. Ja, gewoon geurstokjes. Maar die fles zag er zo leuk uit. Kijk. Heel glamour, hè? Heel glamour, ja. Net iets voor ons. Ja, hij was 2,99 per flesje. Ik ben benieuwd hoe het ruikt. Hij ruikt in ieder geval lekker. Oh ja. Ja, een beetje kruidig. Oh ja, een beetje kruidig. Dit is iets wat ik al op Instagram had gespot. Dit is een hele leuke kaart voor de kinderkamer. Eigenlijk gewoon een world map. Ik vond ook de kleuren heel leuk. En hij is eigenlijk met zo'n houtje en dan is dit stof. Zullen we hem even laten zien? Kijk. Ah, is echt heel mooi. Oh, kijk, is wat leuk. Oh. Echt leuk voor de kinderkamer. Ja. En ze hebben hem dus ook, is hij er in het roze, voor de meidenkamer. En ook een sterrenstelsel. Ja. Ja. Dat was ook leuk, maar die vonden we meer een beetje voor, een beetje kinderachtiger. Mm-hmm. Voor een beetje meer babykamer misschien. Ja, ja, ja. Deze leek me heel erg leuk, dus voor de kamer van mijn zoon. Mm-hmm. Van Siem, die is 8 jaar, dus ik dacht, nou dat is wel ook wel een beetje leerzaam nog voor hem. Hè? Canvas kinderkamer, 4,99. Ja, leuk tip voor de kinderkamer. Mooie budget kinderkamer tip. Ah, we hebben ook onze
favoriete crème gekocht. Ja, die koop ik eigenlijk altijd alleen maar in de aanbieding. Die is heel vaak in de aanbieding overal, maar die is nu ook bij de Action. Deze crème die gebruiken we allebei al jaren. Ja, 2,49 is die. Le Volage met factor 15 erin. Dagcreme. 7-in-1. Het is een dagcreme. Een anti-aging, hè? Als dat erop staat, dan zijn we al meteen Daar zijn we meteen om. Hij is heel lekker, maar het doet geen wonderen natuurlijk, hè? Het is niet zo dat je er nou meteen jonger uit gaat zien. Maar ik vind hem heel lekker ruiken en hij is gewoon heel lekker glad. Hij ruikt zeker lekker. Nee, hij is niet te vet. He, hij is gewoon fijn in gebruik. Hij is fijn in gebruik, precies. Hij ruikt lekker. Maar als er iets anders bij de Action in de aanbieding is, dan neem ik ook dat wel mee hoor. Dus het is ook niet zo dat ik nou per se... Maar dit is gewoon een goeie. Dit was eigenlijk ons grootste hoogtepunt. Alles hebben we hier liggen. Nou, we hebben al eens vaker in ons eigen blog en vlogs laten weten dat we echt dol op bananen zijn. Ja, heel grappig voor ons dit, want wij zijn dus allebei enorme bananenliefhebbers. Ja. En om te eten, maar ook gewoon op een gegeven moment vonden we het ook leuk om allerlei bananen-items te kopen. Bananen-shirtjes, bananentassen, alles met een banaan. Ja. En de banaan die leek ook ineens helemaal trendy. Ja. En nou, Action heeft het ook opgepikt, want ineens was daar een hele bananenlijn. Een hele beautylijn met bananen. Ja. Handcreme, haarmasker, ja, shampoo. Echt een was, hè? Wat is milk. Dit? Ja, die had ik in het badballen. Wauw, badballen. Dat is heel leuk voor de kinderen ook in het bad. Ja, ja, ja. En wat is dit? Even kijken. Bodymilk. Bodymilk. En zou het nou ook echt naar bananen ruiken dan? Oh ja. Oh ja. Oh, ja. Ja. Echt? Het is net milkshake. Het is wel heftig, mensen. Ja, het is wel... Je moet ervan houden. Ja, het is gewon net alsof je een toetje, gewoon bananen... Ja, de bananenmilkshake. Maar ik vind het eigenlijk stiekem wel heel lekker, hoor. Ruiker. Maar het is ook leuk als je kinderen hebt en je hebt dan dit soort producten in huis. Dat is natuurlijk gewoon het douchen wel een feestje, veel. Toch? Ik denk dat zij het ook heel lekker vinden ruiken. Vooral kinderen. Kinderen vinden dit ook heel erg lekker. Dus de dat jeugd. Denk ik ook. Goeie tip. Voor de jeugd. Ja, leuke cadeautip ook. Bananenlijn is ook wel betaalbaar. Alles een beetje rond een euro. 1,29 zo'n fles. En 2,50 ongeveer. 1,29 en zo. Dus allemaal rond de euro. Tussen de 1 euro en 3 euro heb je dit allemaal zo wel per stuk. Nou, ja, we gaan het uittesten. Ja. Ja. Nou, dit is echt gewoon me, zeg maar. Ik heb altijd dit soort slippers thuis. Ja. Ze gaan gewoon heel lang mee en het is hartstikke lekker gewoon. Als je dan geen koude voeten. Met fluffy wit bont. Nou. En wat kostte die ook alweer? 3,99. Je bent weer helemaal in stijl. Ja, dus niet echt voor de zomer, maar gewoon voor nu, voor in de winter. Je kan je sokken erin doen. Lekkere sokken erin. Lekkere sokken erin. Maakt het uit. Ja. En je loopt toch nog een beetje klemmer bij, zeg maar. Ja. Ja, ik vind ze leuk. Ik heb ook nog iets heel handigs meegenomen voor de kinderen. Dit is namelijk een thermobroek. En nu het wel best wel fris is buiten en als er dan toch bijvoorbeeld buiten gesport moet worden, dat is wel heel handig, want dat kun je dan gewoon onder je sportbroekje doen. Ja. Alleen er waren nog kleine maatjes alleen, maar in principe was hij er tot 170. Ja, nee, dan ga ik nog even zoeken. Dus deze heb ik meegenomen voor mijn zoon. Thermobroek kost €2,89. Ja, ik heb weer zo'n blik meegenomen. Ik lijk wel een ambassadeur van Nivea, maar dat is helemaal niet zo. Maar ik gebruik gewoon altijd Nivea als een nachtcreme en dan doe ik het heel dik op, helemaal wit. Dan ben ik gewoon echt een spook. En dan 's ochtends word ik wakker. Het trekt ook heel snel in hoor. Dus echt na een uur is het eigenlijk alweer weer redelijk glad. Ja, ja, ja. En dan is het gewoon altijd heel glanzend. En ik zweer erbij. En ik jij doe het ook? Ook? Ik doe het ook. Ik doe het ook. Ja. Ik heb het ook gelezen. Hè. Het was wel eens zo'n test ook in de Vogue of zo. Of in de Elle. Ja. Dat ze dus hadden vergeleken met zo'n dure crème van La Mer en Nivea. Nou. En wat dan de resultaten waren. En toen bleek dus gewoon dat diegene die dus Nivea had gesmeerd. Dat die er gewoon net zo goed voor stond als met die crème van €200. Dus ik geloof het ook echt. Ik geloof het. Vooral een beetje onder mijn ogen doe ik wat extra. En ik doe het niet overdag, omdat het toch wat vettiger is. En dan is het onder je make-up gewoon niet zo handig. Nee. Maar voor 's nachts, 's avonds, lekker dikke laag op. Ja, extra dikke laag. Van ons. En dan gewoon in een metalen blik. En Action heeft eigenlijk altijd wel Nivea. Dit is trouwens echt een halve kilo of zo ongeveer. Dus dit is wel een beetje veel. Dit doe je wel lang mee. Ja, doe je heel lang mee. Ik zou zelf iets kleinere pot kiezen, want dan hou je het ook een beetje schoon. Anders dan wordt het op een gegeven moment zo'n ranzige pot als je daar een jaar mee moet doen. 4,95. Dan heb je dus zo'n hele grote pot. Over aanmerken gesproken. Dokter van der Hoge. Ik heb daar ook twee maskers lekker van meegenomen. Dat is natuurlijk altijd goed. Is altijd goed. Ja, dat is altijd hebben lekker. We er ook vaker gekocht. Precies. Ik had er ook nog laatst eentje gedaan. Dus die zijn altijd fijn. Ja. Het Dokter van der Hoge gezichtsmaskertje is €0,99. Ja,
Ik had ook nog lippenbalsem meegenomen. Oh, ook bananen. Dat is altijd goed. Oh, die was ook maar 67 cent voor drie. Twee stuks. Yes. Ik heb ook nog nagelfijlen meegenomen. Ja. Ik gebruik altijd van die metalen. Ik gebruik metalen, maar dan is het op de nagel, doe ik dan ook nog wel eens een beetje. En dan is dat met die metalen niet goed. Okay. Drie stuks, 69 cent. Ze zijn wel heel leuk ook. Ja, ze zijn heel leuk. Het is natuurlijk binnenkort ook weer Pasen. De paaseitjes zijn er overal ook alweer. Ja. En wij hebben ook nog alvast iets meegenomen, want we gaan binnenkort vast ook nog eens een keer helemaal los voor Pasen. Ja, het was allemaal een beetje binnengekomen al. Dit zijn van die eitjes die je uit kan scheppen. Mm-hmm. En deze zijn van Milka met Oreo smaak. Ja. En ik vond het ook wel heel leuk, ze zitten dan echt in zo'n eierdoosje. 2,69 kosten ze. Ze zijn niet heel goedkoop. Nee, maar wel heel lekker. Het is wel heel lekker. Het is wel echt een hoogtepunt echt van een de hoogtepunt, paastafel. En zit je ook wel weer even vol hoor, als je zo'n ei hebt uitgeschept. Heel machtige, wittige. Ja, ik heb paasborden meegenomen. 69 cent, heb je er 8? Ja. Kijk, een kuiken. En een. Maar eigenlijk was ik van plan, ik heb donderdag een kinderpartijtje en ik dacht, dit kan ook hartstikke leuk. Hoeft er niet per se voor Pasen. Nou ja, oké, deze misschien wel een misschien beetje. Wel, maar die haasjes die kunnen eigenlijk wel ook wel, kan je altijd wel. Die kan je altijd wel. Altijd wel leuk. Dus ik vind het sowieso wel heel grappig, dit soort. En als je er een elastiekje aan doet, dan heb je een maskertje. Kijk, dat is toch ook heel leuk. Moet je er wel oogje, dan moet je de oogjes ook uitknippen. Oogjes even doorknippen en dan heb je ook nog gewoon een leuk masker. Nam ik als laatste nog een paar hele leuke speltjes mee. En het ging me eigenlijk vooral om het grote speldje. Oh. Met die grote parels. Dat is echt leuk. Ik ga meteen even voor jullie demonstreren. Ja. Kijk, en dat vind ik dan wel leuk. Echt superleuk. Nou, kijk, dan haak ik nog even aan met een haarborstel. Ik denk dat ik hier thuis wel 6 van heb of zo. Oh ja, dit is jouw vaste borstel. Dit is mijn vaste borstel. Ja, maar ik heb gewoon meerdere. Omdat ik thuis ook dochters heb. En dan heb je gewoon natuurlijk heel veel behoefte aan haarborstelen. 1,89. En hij bevalt gewoon heel erg goed. Hij blijft gewoon heel. Hij gaat niet stuk. Hè? Je hebt wel eens dat het hier breekt of dat die dingetjes eruit gaan. Nou, ik heb hem zeker, heb ik ze al wel een half jaar. Mm-hmm. Elke dag in gebruik en ze zijn heel sterk. Dus ik vind dit echt een tip. Je hebt ze ook nog met andere printjes. 1,89. En het speldje was 1,49. En dan heb je een setje van 5. Dus dat is één groot speldje en dan zitten er nog een paar kleintjes in. Deze met een pareltje. Ja. En nog, ook nog gewoon een simpele. Ook grappig dat je ook best wel veel aanmerken eigenlijk hebt. Hè? Mensen denken wel eens van de Action dat het allemaal onbekende merken zijn of buitenlandse merken. Maar ja, ik ga juist altijd wel heen voor de bekende merken. Vergeet niet te abonneren op het Action YouTube kanaal. Ja, en kijk ook even bij ons, Elma en Annemarie. Wij gaan ook elke week naar een winkel, vaak budgetwinkels en ook vaak naar de Action. Dus volg ons ook daar. Heel leuk dat jullie keken. Doe een duimpje omhoog en tot de volgende keer.